Welkom in de Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Theo en ik neem je mee met een virtuele tour door het stadion. We zijn hier op een belangrijke plek, de centrale hal. En hier staat het borstbeeld van Johan Cruijff, beste voetballer ooit van Ajax en een van de allerbeste voetballers ooit ter wereld. In 2018 is het stadion naar hem vernoemd en daar zijn we natuurlijk zeer trots op. We vervolgen de tour en we gaan naar de gastenkleedkamer. Ga je mee? We bevinden ons in de kleedkamer van de gasten. Deze kleedkamer heeft de faciliteiten voor 30 personen. We gaan straks naar de kleedkamer van Ajax. In Radio ziet het natuurlijk veel mooier uit. Hier hangen shirts van beroemde voetballers die hier in de arena gespeeld hebben. Kijk even rond. Ken jij ze allemaal? Dit is de spelerstunnel, de plek waar de spelers van Ajax en de tegenstanders elkaar ontmoeten en wachten tot de scheidsrechter het seintje geeft om het veld op te gaan. Wist je trouwens dat Ajax een van de 4 Europese clubs is die alle internationale prijzen heeft gewonnen? Op de grond zie je de 3 sterren en elke ster staat natuurlijk voor 10 landskampioenschappen. We gaan nu iets bijzonders doen, we maken ons op voor de klassieker. 55.000 mensen wachten op je. In de perskamer vindt na de wedstrijd de persconferentie plaats. Daar geven de beide trainers hun visie op de wedstrijd. Bij Europese wedstrijden is de dag voor de wedstrijd al een persconferentie. Schuift vaak ook een belangrijke speler bij aan. Nou, we hebben nou zo'n beetje alle mooie ruimtes in de arena gezien. We moeten er natuurlijk nog eentje. De allermooiste ruimte van het stadion. Ga je mee naar de kleedkamer van Ajax? Wauw, indrukwekkend hè? Dit is dé Ajax-kleedkamer. Deze kleedkamer is werkelijk van alle luxe voorzien. Alle spelers van de huidige Ajax-selectie hebben hier hun eigen plek. Nou, kijk even rustig rond en dan zie ik je zo. Ik hoop dat je hebt genoten van dit kijkje achter de schermen. Deze unieke beelden brengen vast weer een hoop herinneringen bij je terug. Vanuit de arena wensen we je een goede gezondheid toe en let vooral een beetje op elkaar. We hopen je weer snel te zien hier.